Vandaag gaan we kijken naar de reactiesnelheid. En die reactiesnelheid die is natuurlijk eerder aan bod gekomen. Die is namelijk in de derde klas al aan bod gekomen. En in de derde klas hebben we vijf dingen besproken. Vijf factoren die invloed hebben op de reactiesnelheid. Ja, en hier staan ze alle vijf. In dit filmpje ga ik het hebben over de concentratie. En die concentratie die, hè, is een van de knoppen, een van de vijf knoppen waar we aan kunnen draaien om die reactiesnelheid te bepalen. Ik vind de vijfde knop, een soort stof, vind ik een beetje een flauwe, daarom de. Ja, want met een andere stof heb ik een andere reactie en een andere reactie heeft natuurlijk een andere reactiesnelheid. Goed, reactiesnelheid, oftewel S, wordt bepaald in mol per liter per seconde. Ja, dus de concentratie verandert in de tijd. Daar gaan we naar kijken. Daar kunnen we een grafiek maken. Ja, over het algemeen zien we dat de reactie heel snel verloopt aan het begin en dat die langzamer verloopt verder in de tijd. En daar heb ik het natuurlijk over een aflopende reactie. Ja? Dus dit verhaal gaat over een aflopende reactie. Ik heb hier een. Het is lastig te berekenen, ja? Want ik heb natuurlijk een boog, een kromme. Ja? Dus lastig te bepalen en dus bepalen we vaak het gemiddelde. Dus we hebben het vaak over een gemiddelde reactiesnelheid. Gemiddelde S. Goed, ik heb een voorbeeld. Ja? Stikstofgas met waterstofgas. Wordt ammoniak. Ja, je ziet de coëfficiënten hier. En deze twee heb ik in blauw getekend, want die komt zo terug. Ja. En wat is gegeven? In een reactievat van 25 liter ontstaat er in 2,5 minuut 1,25 millimol aan NH3-gas. Een ammoniakgas, berekende gemiddelde S. Ja, de gemiddelde reactiesnelheid. En dat betekent, dat impliceert dus al, dus één reactie heeft één bepaalde snelheid. Ja, dus we gaan de gemiddelde reactiesnelheid bepalen. Dit gaat vaak mis, ja, ook in ons boek wat we gebruiken hier. Ja, ook in ons boek zie, je dat het, zie ik dat het misgaat. Ja, en dit is een lastig punt. Goed, hoe rekenen we dat uit? We berekenen dus de hoeveelheid mol die ontstaat. Ja, die delen we door de hoeveelheid liters. Ja, en de secondes, want niet in minuten, maar in secondes. En dan delen we ook nog door die coëfficiënt 2. Dus we willen van die coëfficiënten af. Denk er ook aan bijvoorbeeld de vraagstelling over vormingswarmte. Hebben we dit ook gezien? Ja, vormingswarmte was dan per mol. Hè, werd vaak gevraagd. En als daar een coëfficiënt van 2 of 3 stond, dan moest je die hoeveelheid vormingswarmte altijd nog weer delen door die coëfficiënt van 2 of 3. Denk daaraan, dat doen we hier dus ook. Dus die 2 die komt hier terug. Ja, staat er echter geen coëfficiënt, dan hoef je dan natuurlijk ook niet door te delen. Of dat is delen door 1. En dat delen door 1 kan je net zo goed niet doen. Dus 1,25 mal 10 tot de macht min 3. Want 10 tot de macht min 3 is millimol. Ja, gedeeld door 25 keer 150 keer 2. Dan kom ik uit op een gemiddelde reactiesnelheid van 1,67 maal 10 tot de macht min 7 mol per liter per seconde. Ja, dit is dus de gemiddelde reactiesnelheid. Dit is iets anders, dit is zeker niet dezelfde vraag als berekende gemiddelde snelheid waarmee N2 of H2 is weggereageerd. Ja, dat is een andere vraag, daar komt dus iets anders uit. En dit is ook zeker niet dezelfde vraag als berekende gemiddelde snelheid waarmee ammoniak wordt gevormd in deze reactie. Dat is ook een andere vraag. Dus het is duidelijk, ja, dat ook bij scheikunde goed lezen. Ja, lees de vraag. De gemiddelde reactiesnelheid berekenen op deze manier. De coëfficiënten komen terug. Ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ging dit te snel, dan kan je het natuurlijk nog een keer luisteren. Volgende filmpjes, ja, gaan we verder over deze verschillende factoren. We kijken nog dieper op die concentratie van de beginstoffen in. Je kan natuurlijk ook terug, ja, andere filmpjes subscribe. En ik hoor graag van je wat je tips en tops zijn. Dus zet iets beneden in de comments. Heel veel succes!